Kijk, we gaan gewoon kijken als je... Hi, wifi! Mag je lekker ontspannen, lekker hangen daar tegen, Hallo? Tegen de muur aan. Hallo? Neem je kind mee naar werk was nog nooit zo intens, hè? Eet ouwe. Je proeft het, je ruikt het, de 8 uur. Maar dat is een leugen. Het blijft niet achter. Het is gewoon dat is commercieel. Mag ik zo meteen chips? Nee, zo meteen als ik naar huis ben. Oh, je wil chips naar huis ben. Ja, als beloning. Je verdient wel iets. Oh, voelt je pijn? Oh, hij vindt dat. Ja. Hij vindt, je hoeft niet per se. Staat nog niet duiken, hè? Pijn krijgt hier mijn schoen. Ja, oh, waar staat dat? Daar hier. Oh ja, maar dan ben je al gedoken. Ja, precies, dan heb je al kleine dwarslezen, toch? Ken je dat? Ik kan niet meer bewegen van mijn kind naar beneden. Oh, te laat. Maar als je denkt dat je hier kan duiken, heb je ook wel. Dan ben je te vaak naar de bar gegaan voor het drankje, hoor. Denk ik wel. Oh, oh. Maar dat is slim van je moeder, hè? Gewoon buiten boord gooien. Maar het zit vast, vriendin. Kalm aan nou, hè? Het was een hele leuke shoot. Gelukkig was Ellie er, die kon me helpen, assisteren. Novi Jax, kom! Maar hij is heel gefascineerd door van die loslopende, van die tackles. Maar die zijn heel langharig, dus het lijken een soort van wandelende, verstopte doucheputjes. Hé, hey, Frank, mag ik ook nog een likje van je ijsje? Novi, wil je een likkie? We moeten hem namelijk lokken, Frank, met dat ijsje naar de auto. Ik kom niet te tillen. Ik heb alleen maar deze wagen. Ik dacht, dat is makkelijk. Eventjes niet het grote bakbeest. Aangezien meneertje gewoon kan lopen. Hey, je moet hem lokken met het voedsel. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, kom maar lopen. Jij een hond. Kom maar. Ja, doet toe. Likkie? Ja, volgende likkie krijg je bij de auto. Let's go. Oké, Hen, ik zie u later. Doei, doei. Later, Frank. En Harley. En Novi Jax. En iedereen. En het hele kroost. Ja, dag, dag. Wow. Oké, okay, status nanny. Het is gelukt, we hebben er één. Ze gaat volgende week meedraaien. Heel leuk, meid, goed gesprek mee gehad. Dus nu zijn we nog een beetje aan het schipperen doen van... Oké, okay, 's ochtends dan kan Ellie misschien mee naar de shoot. Neem ik ze wel eventjes mee naar het Amsterdamse Bos. Even pannenkoekje eten. Want Henna zegt, dan kan ik om 2 uur thuis zijn. Dan neem ik dan de middag vrij. En zo lossen we het op, die paar dagen, dat we eventjes niet goed uitkomen. Maar vanaf... Niet volgende week, maar de week daarop is het gefixt. Toch? Ja. Dus, relaxed. Relaxed. We zijn relaxed. Ja, ja, behalve jij. Als ik me achteruit rij, hoef je meteen... Ik weet het. Ik moet kijken. Spiegels en camera's. Er is... Ik kan bijna met deze auto niks of niemand aanrijden. Zo, als enige nog op kantoor. Dus ook al 7:30. Afsluiten. Want ik heb me ingeschreven. Ik heb fijne nagels bij het Sobrano Hotel. Voor een boksles. Oh. Jongens, ik ga afgemat worden. Er zitten natuurlijk allemaal van die killer combat types in. Met zulke longen, die gaan niet eens zweten naar de warming-up. Terwijl ik ga waarschijnlijk best oud. Het verslag komt erna, jongens. Ik verwacht een natuurlijke blos. Heel veel vocht. Op allerlei plekken. En ja, een gênant verhaal. Die krijgen jullie. Daar kun je geld op leggen. Oké. Het goede nieuws is, het viel me alles mee. Ik heb het overleefd. En het slechte nieuws is dat dit huis er nog niet echt uitziet dat we hier over 3 weken in kunnen. Ja, nee. Tuurlijk, verandering, maar nee. Ja, ik kan wel heel enthousiast worden, hoor. Van deze opbergruimte. Ik zie nu al wat voor leuke vreubels ik hier ga doen. Dit zijn de kasten naast de familie tv. En als ik zeg familie tv, is het omdat we zeg maar een kamer hebben met restlisse tv. En Frankie, zijn game hok. Ik wil gewoon lekker zoetsappige dingetjes kunnen kijken. En dan heb ik gewoon een wat kleinere tv. Dit is niet de tv. Dit is niet het gat voor de televisie. Bij tv. Maar het is nog niet af. En ook nog niet bijna. Het voelt wel heel erg als
mijn huis. Maar dan komt ik hier al anderhalf jaar ronddwarrel, zeg maar. Deze deur zit erin, naar onze slaapkamer. Dat is nieuw, kan je zegenen, Victory. En volgens mij hier... Oh, Frankie's kast, dit had ik nog niet gezien. Dit is de ruimte onder de trap. Ik zei ook meteen, dit is open toch? Stort het in, als we daar iets mee doen? Nee hoor, dat kan. Ik zeg, dan wil ik een kast maken onder de trap. Dat krijg je. Als je heel vaak Pinterest plaatjes checkt met how to use every corner in your home. Ja, inspo. Iedere kamer heeft ook zo'n lelijk ding hangen. Airco, het wordt steeds heter in Nederland. Dus we kunnen het wel gebruiken, maar ik vind ze lelijk. Maar ik ga ze gewoon een mooi kleurtje spuiten. Net zoals ik het in het vorige huis heb gedaan, heb ik er ook iets omheen gedaan. Dat is hier iets minder makkelijk misschien, omdat het zo beukerd is. Op een klein stukje muur. Maar ik verzin er wel iets op. Zoals altijd verzin ik er wel iets op. En als je hier staat en je kijkt de kamer in, dan zie je het helemaal niet. Maar als je hier ligt op je bed en je kijkt naar de deur omdat je moeder je roept, dan is het wel heel erg in het zicht. Dus ik ga daar nog iets op bedenken. Ik denk als ik hem in de kleur doe van de muur. Ja, wat lelijk erg. Je had ook van die beukers die je in het plafond kon doen, maar dat vond ik voor de ruimte. Dat zijn echt units die, weet ik veel, hele malls in Dubai moeten verkoelen. Dat is niet nodig in een ja, middelmatige slaapkamer. Dat doe je niet. Ook lekker te spelen. Frank is boven bezig rest de was aan het ophangen. Ik moet zeggen... Het heeft 8 maanden geduurd, maar ik heb mijn ritme nu met 3 kinderen. Ik weet nu precies, oké, Novitas is wakker, daarmee ga je naar beneden. Dan slaapt Frankie nog, kijk, in het weekend, hè, slaapt Frankie en Harlem een beetje meer uit, nu nog. Dus dan geef je eerst nog wat te eten, eet je zelf wat, drink je een kopje thee. Als die anderen komen, ben je in ieder geval zelf helemaal uitgehongerd. En dan ga naar het Riedeltje en dan kan zij even dutten, kan je die grote jongens even lekker douchen. De rest geen boodschapje doen, gaan lekker tossies maken. En dan denk ik, ja, de hond uitgelaten met z'n allen. Dit is... Ja! Het duurt even, maar dan kan je wel vertrouwen op jezelf. Wat ging ik hier doen? Het trapje ging ik pakken. Het trapje. Superleuk hoor. Die opslag die ik bedacht had boven. Hier, deze keuken. Heel bijzonder, want dat had deze keuken niet. Tot de bovenkant. Kastjes. Het is nu pas van de laatste jaren dat we het doen. Helemaal tot de nok. Want vroeger waren mensen niet zo lang. Tegenwoordig is iedereen langer. Behalve Nieke Plans. Geen Oompa Loompa. En hier staat het, wel ergens achter. Achter, zou mijn schoonmoeder zeggen. Dat is niet handig. Nee, maar het is toch gebeurd. Snel naar huis. Wie zijn schuld is dit nou? Ik ben hier leuk lekker bezig, dat moet ik wel zeggen. Maar ik besef me in één keer, het is einde van de middag. Tas meenemen, de winkels gaan zo dicht en ik weet niet wat ik morgen aan moet. Aan Loveland. En het weer weet ook niet wat hij doet. Dus je kan maar beter wat kopen, zodat je... voorbereid bent. Vader? Hallo? Waar is je vader? Gewoon slapen. Gewoon slapen? Was hij niet aan werken? Ik ben beneden werken. Hij ging even een mailtje beantwoorden, toen ging hij slapen. Mm-hmm. Liggen die twee kleintjes over te tukken. Wil je met me mee? Naar Amstelveen? Ik moet iets hebben om morgen aan te doen, een outfit. Nee? Nee. Is echt heel leuk. Oké, haal ik wel een ijsje in mijn eentje dan achteraf. Je krijgt hem niet zo. Huh? Je krijgt hem niet. Waarom ben je te oud aan het worden voor dit? Nee, je wil niet? Oké. Okay. Is goed, ik snap het wel. Goed nieuws, ik ben geslaagd. Minder goede nieuws, ik heb meer gehaald dan nodig. Ik zag gewoon leuke dingen voor Frankie namelijk. Dus ja, hè? Kindertoeslag, meteen er doorheen geroust. Oké, ik dacht... Oh, Novi, vind je hier van je sokkies? Vind je ze top? Ja, mij. Van jou, alsjeblieft, geniet ervan. Dank je. Alsjeblieft, zeg je dan? Alsjeblieft. Ja, eigenlijk niet. Zeg je dankjewel, maar dat is goed. Kijk, ik dacht, wat vind je van dit? Even aandoen misschien maar, hè? Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Nee, ik wil weten of het je maat is, dus met je hoeft niet. Zeker wel. Nee, kijk. Mama, wat boeit het? Wat boeit het? Wat boeit namelijk, omdat ik wil zien hoe het zit op je bakka zonder broek. Dus, hè? Dit is voor mij, Novi, dankjewel. Ja, nee, hoeft niet. Nee, is voor Frankie. Is voor Frankie.
Kijk, alsjeblieft. Nee, nee, ik heb niks voor jou eigenlijk. Oh god, nee, niet dramatisch doen. Nee, nee, niet doen. Nee. Hij zet zijn pruilip. Niet zo doen. Kijk maar even dan. Nou, hoe altijd een broekwerk met de voorkant. De knoop aan de voorkant. Misschien openmaken. Kleine tip. Ja, zijn broek. Wat vind je van die? Die is voor jou. Het voelt niet helemaal als jouw maat. Als ik zo kijk naar hoeveel stof er op de grond ligt. Maar hij gaat het aandoen, Bia. Hij gaat oprecht proberen. Oh, gunstens. Oh, hij is met beide in één pijn. Oh, hoe gaat het hier? Ja. Ik vind hem lekker. Je vindt hem lekker? Mag ik hem zien? Even kleine. Ah, oké, wacht. Heb ik ook een leuk t-shirt erbij. Moment. Ja, laat naar je vader zien. Laat naar je vader zien. Papa, kom maar de t-shirt. Leuk. Lekker toch? Leuk die broek ook zo. Ja. Toch? Leuk. Je komt uit de streets? Ja? Nou, overleeft geen dag daar, hè? Het is aangezien voor de donker daar. Daar ben je gewoon bob. Ik zat te denken, we moeten iets serieuzer werk gaan maken dat we met z'n allen nog volgend jaar op cruise gaan. Met oma. Omdat oma toch wat ouder wordt. Ik ga toch even iets serieus naar de planning kijken om te checken of we het dan toch niet kunnen ergens tussendoor. Oké, ik vind het een goed idee. Is het dan wel een cruise dat je ook land ziet af en toe? Want ik ben niet... Ja, maar elke dag... Zullen mij in Amerika opstappen? Volgens mij Miami of zo opstappen en dan ga je dan zelfs serieus eilanden. Maar niet continu water en dat je dagenlang water ziet en dat je denkt... Maar je woont toch om dagen dat je gewoon alleen water ziet? Nee, toch wel. Soms één keer dat je misschien een andere dag of één dag, maar niet, maar... Zoveel mogelijk land, hè? Ja. Oh, vind je dit leuk? I feel good. You feel great? You look good. Draai. Kijkers, welke moest je zeggen? I feel good. Mama. I know that I... Oh, ik verklap het al. Sorry. Misschien vind je het leuk nu een beetje wijd, want dat is een stijl, toch? Hai, probeer het. Nee, aandoen met je goed. Je houdt het alleen vast. Nee, weer die andere broek uit. Jij zou ik helpen? Geef maar dankjewel. Die is voor Frankie. Nee, ga die. Is het je surknietje? Je surknietje ging. Niet doen. Vind je dit niks? Nee. Hoezo vind je niks? Hou even bij de broek. Oké, vraag eens aan je pa. Papa, ik vind deze broek niet leuk. Vind jij het ook niet leuk? Ik kan je vertellen. Het is een hele leuke broek. Ik vind hem ook leuk. Weet je waarom? Dit is fashion. Kijk, ik ga je wat dingetjes zeggen. Tegenwoordig. Wat nu in is, zijn broeken die best wel wijd zijn en met een lange pijp. Dus wat jij gaat doen, jij hebt bijvoorbeeld je nieuwe Nike's, die blauw. Of je hebt die rood met witte. Ga die pakken. Rood met witte Nike's pakken. Maak de look compleet. Wat gebeurt hier nou weer? Oh god, schatje toch. Ik had echt iets voor je moeten halen. Of was het een haarelastiekje? Kom maar, het is niet je maat, liefie. Zo, noop je ook wat aan, hè? Oeh, leeuwenpark. Ik zeg, maar weet je, als het lekker zijn, dan zit je met Jeff en zijn zoontje. Is vaste plek, hè? Ja. Oh, dan moet hij. Ik zit ergens. Junie. Brianna neemt de hoofd mee naar Paw Patrol. Mattie van Ress is er ook in die kaart open. Dus dan breng je ook. Ik kan ook wel. Ons mee. Ja. Je hoeft niet zelf met de tram. Kijk, hoe kom ik daar dan? Kan ik die ook ontmoeten? Ga ik die ook ontmoeten? Ja, ik denk dat het zijn vaste plaatsen, maar wie weet kan je wat regelen. Je kan altijd, zet je charme op, mooie lach, knipoogje naar zo'n moeder. Wie weet wat het teweeg brengt. En je gaat ook weer samen mee. Hoe laat is die voorstel? 10 uur. Slipper? We hebben er niet genoeg aan. Je mag er weer. Doe maar de slipper van, oh, is die weer niet goed genoeg? Rustig aan deze ochtend hoor, de zon ook. Ik denk dat die ook nog even wakker worden is, die komt hopelijk zo. Dit is te veel gegaan. Ik denk altijd, oh je moet heel subtiel hier op laatst nog overheen. Maar het gaat altijd anders in de werkelijkheid. Dus ik heb net advies gekregen van de mensen, doe met babyolie of citroensap. Nou, babyolie heb ik zat, een beetje week in warm water. Dit is bedankt, ik dans altijd zo. Festivals. Dit is mijn move. Ik moet gewoon heel veel bronzer op mijn gezicht. Dan valt het ook niet zo op. Het goede nieuws is, de zon schijnt. Het minder goede nieuws is... Het valt wel mee. Het lijkt helemaal niet zo intens. En deze Anno? Ja. Ja, ik moet gewoon niet al mijn make-up eraf dansen. Dan komt het goed. Ja.
dan zie je niks. Tenminste niks. Dan denk je, wauw. Wat een lekkere, ja, uit een potje. Hallo? Hey, hallo. Ik bel aan. Hey. Hallo. Kijk wat je aantreft, lieve Brent. Oh. Speciaal voor jullie gebakken. Het is een? Een pruimen aardbeiencake. Nou, bon appetit. Met de pruimen uit mijn oma's tuin. Nou, feature. Is dat niet leuk? Ik kan je zeggen. De chips? Oh. Zo hé. Dit is heerlijk. Ik heb er een bijtje op bij Jen. Koffie. Maar die chips. Oi, oi, oi. Ik heb zelfs een plak van die cake meegenomen. Ik denk, want het is een zoetje achter na een hartige. Dat is altijd lekker. Oh, maar gisteren, we gingen even zitten op de bank daarna. Zullen we even iets opzetten? Ik ging eerst de muziekjes van Asher leuk opzetten. Een beetje Tiny Desk concert kijken. Ah, goede stem toch? Ja, Ik zeg, weet je wat we op moeten zetten? Een serie. Hebben we gewoon tot 7 uur in de ochtend B&B vol liefde gekeken. Ik zag genoeg memes voorbij komen en ik hoor al mijn collega's over praten. Ik denk, nou, ik ga er ook eens kijken. Jij en ik zet het aan. Priscilla die lag al half natuurlijk op die bank, maar toch ook wilde weten wat er telkens gebeurde, want het zijn we een stel types bij elkaar. Op een gegeven moment, ja, nog één aflevering. Ja, nog één. Ik zat helemaal erin, hoekt. Dus ja, toen kwam het licht, weet je, dat je de zon ziet opkomen en ik zeg, dat is nu klaar. Het keertje is, weet je, je wilt zo lang mogelijk in het feestgevoel van, ja, leuk man, plezierpartij. Ga maar slapen. Nou, ik moet zeggen, 5 uurtjes maar getukt. En nu ben ik wakker. Ik zag een appje van Jen. Jullie ook al wakker? We zijn met alles naar beneden strompelen. Hallo. De ravage van gisteren bekijken. Resli was met die kinderen naar het strand met de vrienden van ons en hun kinderen. Die zijn nog vanochtend. Ik kan ook aansluiten. Ik dacht, ja, dat kan allemaal. Maar ik doe het even niet. Hè? Heel veel gillende kinderen nu. Ik bedoel, ik mag ook gewoon zeggen van, nou, ik ga even rustig acclimatiseren. Rustig. Nog mijn ogen dicht gedaan, ontbijtje op die bank. Eventjes een B&B vol liefde tegenaan gekrold weer. En dan, ja, dan kan je wel. Zonnetje is ook weer gaan schijnen. Sommige mensen doen gewoon 2 dagen door elkaar, hè. Loveland, een weekender. Ik vind het knap. Die staan nu alweer door het licht te gaan. Nee, dat is, hè. Voor een ander is dat misschien. Niet voor mij. Jij gaat kruipen. Ja, het gaat niet lang meer duren. Ga je deze pakken? Oh, die kant op. Kan je dat? Je bent al uit je ding helemaal gekrommen. Ja, nu is het aan jou. Dat je de wijde wereld ontdekt. Op je knieën. Novi en Harley, of Novi en Frank. Novi was een hele snelle kruiper. Een soort van voetzoeker. Frankie vond het niet nodig. Hij heeft een paar keer zo op zijn knieën gezeten. Ik heb gewacht tot zijn eerste verjaardag en toen zei hij, nou, dan ga ik nu gewoon lopen. En deze meid, ja, wel eerder op de knietjes. Frank had dat helemaal niet. Ik dacht, zo, ik vind wel best. Ik ben het eerste kleinkind, ik ben lekker vertroeteld. Eerste kind voor mijn ouders. Je merkt dan toch dat je, kijk, oh, kom helpie, alles samen doen. En bij deze denk je, nou, ga dan. Kom maar meid. Ja, het komt niet aan waar in dit leven. Deze tandpasta vind je toch wel lekker? Ja. Oké. Nou, doe jij er een beetje op? Ik ben heel nieuwsgierig hoe dit gaat. Oké. Zal ik je helpen? Ja. Zo. Zo hè, goed, maar poetsen dan. Het zit natuurlijk geen soda.
jezelf een beetje. Goed hoor. Toch wel weer eeuw, hè? Ja. Ja, maar het is wel een fijne. Zal ik hem nu doen, hè? Een beetje erop doen? En dan... Beetje erop. Oké, okay. Mag ik dan jouw tandjes poetsen? Ja. Alright. Ja, ik dan. Huh? Ja. Jij? Nee. Maar ik mocht het toch doen? Nee. Je moet niet lachen, want het is... Poetsen? Zal ik poetsen? Ja. Nee, ik heb poetsen. Jij hebt net al gepoetst en dat was gewoon zo opeten van de tandpasta. Dan ga ik dan nu, oké? Okay? Ja, heel goed. Mag ik toch een beetje helpen, hè? Ja, toch laat je me toe, soort van. Je hoeft niet te bijten hierop. Zo goed zeg, doe jij het? Wauw, hé. Tijger? Ja, hij is niet zo lekker van smaak, hè? Ik kan de tijger. Eigen tanden? Okay. Wil jij het zelf doen? Ja. Oh, nou, maak maar even af dan. Op je tongetje ook? Ook de tong, hè? Ja. Heel goed. Dat is alleen een puntje. Je moet ook iets dieper achter. Zo, doe zo. En dan. Jij zou het helpen? Sliep Harley ook vannacht door. Lekker hoor. Oh, dat is die new motion. Hoe heet het? Gisteren was ik eens met Jennifer en Priscilla naar Loveland. En Priscilla gaat over een maand trouwen. Pastel, pastel, pastel. Dresscode kleur. En ik zie me toch een paar leuke jurken hier op een site, jongens. Oké, ik ga even laten zien wat ik geliked heb. Kijk nou, wat een plaatje van een jurk, hé. Wat vind je van zo'n jurk? Zonder het harige tasje. Oké, die kan ik... Ja, maar die achterkant is ook zo leuk, jongens. Zelf met zo'n string op de rug. Oh, dat is echt... Oh. Je hebt eigenlijk te weinig van dit soort jurken. Omdat je ook niet vaak aan hoeft. Oh, maar deze is ook leuk, hoor. Vind ik ook leuk. Kijk... De hoge splittage. En hier is ook nog een cup onder je bobby. Dus kun je ook meteen, je snapt toch? Het is gewoon direct push-up zonder dat je nog een push-up bij haar eronder moet. Het is al meteen. Woehoe! Kijk, het liefst ga ik voor zo'n model. Over mijn klotsknieën en niet met een mouw. Dan heb je zo lekker. En kijk, kan het, hè? Hoe werkt dit? Hallo? Oh zo. Kijk nou, gewoon wel heel clean, maar wel perfect. Overdag mooi bij de ceremonie. Wachten voor de foto's en dan 's avonds kan je ook hier met een lekkere sandaal eronder feesten tot je erbij neervalt. Weet je wat je aandoet? Of heb je een idee? Voor? Voor de bruiloft. Grappig, want je bent bezig met je outfits toch, Lately? Ja, ik heb genoeg ideeën, weet je. Mijn creativiteit is onbegrensbaar. Ik wil eigenlijk een gebroken wit broek. Dat een nette pantalon gebroken wit is. Met een wit hemd. Dat is mijn outfit, denk ik. Jij wil... Maar dat is toen niet gepast. Heel veel mooie witte jurken ook gezien. Maar dat is een no-go. Dat misschien ga ik in linnen. Ja, nee, we komen erop terug. Als jullie nou echt een goede site hebben voor mooie jurken. Maar een beetje knappe jurken, dat je niet de kans, hè, dat je het uitscheurt of zo. Of dat het toch, als je hem ernaast verpakt, nou dat de kwaliteit zo shabby is. Ik vind het niet erg om een paar tientjes meer te betalen. Als je er ook echt, ja, lekker om je lijf heen gevouwen zit. En ja, het liefst wil ik ook iets met baleinen. Een beetje corsetachtig. Voor de squishy belly nog een beetje. Het is alleen niet echt lekker zitten dan. Maar dan doe ik gewoon bij de staantafel dineren.